Dus we zijn nu 2 dagen verder. En dat komt omdat ik een klein beetje vergeten ben om te filmen. Vooral ook omdat ik dus zondag zo'n leuke dag heb gehad. En ik heb zoveel met mensen gepraat en genetwerkt en auto's gezien en vragen gesteld. En dat ik gewoon helemaal vergeten ben om te filmen. Mijn goal was om een koningsegg te zien in het echt. Al met al heb ik Pagani, koningsegg, Apollo letterlijk van 3 centimeter afstand kunnen bekijken. Hoe? I really don't know. Ik kwam naar binnen, ik zie de koningsegg-vlag, ik loop er naartoe, ik heb vragen. Ik word in contact gebracht met de koningsegg-monteur. Ze vragen op een gegeven moment, kom je aan deze kant staan, want dat is wel makkelijker. Dan kon hij mij ook wat dingen laten zien van de auto's, dus ik zeg daar geen nee tegen. En niet heel veel later stelde ik voor van, ja, mag ik misschien even snel wat foto's maken met de auto's? Want nou heb ik mijn informatie en het lijkt me leuk om dit te delen. En ja, nee, tuurlijk. En als het maar onder de naam van Esser gebeurt, want de meeste eigenaren daar, die willen niet online staan of dat soort dingen. Dus heel veel respect daarvoor. Heb ik ook gewoon gedaan. Ga ik ook gewoon doen. Dus mensen, volg Esser Automotive. Zeker als je de dikste wagens wilt volgen. De drives, dat soort dingen. Echt, wauw. Ik heb zo'n leuke dag gehad. In ieder geval heel veel plezier met kijken. Het zijn allemaal stukjes film. Wat deels met de telefoon is gefilmd. Deels met de vlogcamera. Maar ook gewoon met Snapchat. Ik weet niet waarom. Maar soms vind ik het makkelijker om daar ook wat op te gooien. En hierdoor heb je nou dus gewoon heel veel losse beeldjes en dingen. En ik heb er gewoon een verzameling van gemaakt. Dus heel veel succes met kijken. Zijn er vragen? Laat het me weten. Heb je tips? Laat het me weten. Is er iemand die zo idioot genoeg is om mij te willen filmen op zulke soort dagen? Laat het ook heel even weten. Want ik maak wat dat betreft toch echt wel best wel leuke, bizarre dingen mee. Dus in ieder geval een fijne dag verder en veel plezier met kijken. En mega bedankt. Vergeet niet te volgen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Bladibladibladibla. In ieder geval veel plezier met kijken. Doei! Dus onderweg naar Supercar Madness in Assen. Het is 7:45. Het is veel te vroeg. Mijn wekker ging veel te vroeg. Ik ben alsnog een half uur te laat. De groep waarmee dat ik ging afspreken ging tanken. Aan de andere kant van de racehof. Tilburg. Dus die zijn nou onderweg naar Waalwijk. En ik ben ook... Ik ben al op de snelweg richting Waalwijk, dus... ja, dus ik rij voor het eerst 90 op de snelweg. Het is 11:15 ochtends en ik sta hier bij TT van Assen. We staan in de rij om op de parkeerplaats te kunnen. Het is vandaag Supercar Madness. Ik heb er zoveel zin in. Ik wacht hier echt al de hele week op, omdat morgen hebben we ook Japfest. En dat is ook in Assen, dus 3 keer raden wie dat er even gewoon lekker een weekendje Assen heeft gepakt. Ik ben ook echt benieuwd wat we gaan tegenkomen vandaag. Want ik had gelezen dat Koningsegg er staat. En Pagani staat er ook. Dus ik moet heel even kijken. En ik moet ze vinden als ik ze niet vind. Dus daar gaan we uiteraard meer over laten weten. En zijn zorgen er zeker. Ik wil niet zeggen dat ik hier dus gewoon heel even tussen de dikste wagens sta op heel Supercar Madness. Maar dit is dus gewoon echt... Dit zijn merken waar dat ik gewoon zo weinig van weet. Alleen maar Pagani, Bugatti, McLaren, Bugatti. What the fuck? Ik kreeg zo net ook allemaal achtergrond uitleg. Er staat hier ook eentje waarvan dat ik totaal niet weet wat het überhaupt is. Het is een full carbon car, dus dat normaal komt hij ook met een roof. Dus zoals je kunt zien, hier waar dat de dingen zijn, daar komt dus normaal een dak overheen. Het is zo bizar. Echt, ik ben net een kind in een snoepwinkel. Dit is gewoon... Dankjewel!
Voor elkaar heb gekregen om met een Targa en mee te rijden. Ik zou het echt maar niet weten. Ik bij de Koenigsegg. 23 inch velgen, hè? Dit is gewoon echt gewoon ziek. Maar daar heb je dus. Hij maakt pops en bangs. Dat is echt gewoon niet normaal hoeveel. Hé, hey, daar heb je Bim en papa in zijn M8. Dat is wel heel dik. Hi! Maar dit is inderdaad Porsche 911 Targa. Dit is echt gewoon. Ik vind hem echt gewoon prachtig. Wat je hier allemaal aan de binnenkant ziet. Ik vind hem echt. De kleur is bizar. Ik zal hem zo meteen ook wel. Want de kenteken hou ik er even uit. Ik zal hem ook wel even meenemen. Dus je ziet ook gewoon weer geperforeerde schijven. Dus daar hou ik ook echt van. Dit is wel echt heel dik. Maar carbonnen stoeltjes, Alcantara, alles ziet er super strak uit. Rode stiksels, geperforeerde schijfjes. Mooi man. Ik hoef niet te zeggen wat ik wist gezien dat ik alleen hier aan de zijkant sta. Mocht je het toch niet gezien hebben. Ja, ik hou hier echt zo van. Ik kan hier niks aan doen, dit is ook echt F8 Spider. Ik heb hier dus ook al foto's mee mogen maken. Dat was wel echt heel leuk. Ga kijken naar die gele stiksels. Het is zo'n mooie wagen. Ik heb dit. It's just really nice. Dus ja, ik heb zo'n leuke dag gehad. Het is echt zo'n. Kijk dan, die toplampen. Wauw. Ik hou daarvan. Ik kan er echt niks aan doen. Ik heb hier die lak. Het lijkt net alsof er stof op zit, maar het is. Ik weet niet of ik goed op de kant. Nee, sorry. Het zijn gewoon allemaal gouden spikkels. Het is echt, echt bizar. Oeh, sorry. Ja, sorry. 3 keer sorry. 4 keer sorry. 3 beetje, ja, ik liep in de weg. Omdat ik hier naartoe wou. Onder de STO. Oh, dat is ook best wel dik om hem zo in het wit met rood te zien. Maar ik moet zeggen dat ik hem in het zwart veel agressiever vind. Maar echt veel agressiever. Ga nou toch heel even kijken wat er allemaal meer staat. Want ik zag hier achter zag ik ook een hele dikke staan. Dus we zijn gisteren uit eten geweest. Ik had een hele leuke cocktail met vruchten erin. Hallo. Maar meneer vond het nodig om de laatste aardbei die ik had uit mijn handen te slaan. Dus ik was helemaal sad. Vandaag is hij speciaal als erin geweest om die ene aardbei te halen.
Echt gewoon, Wesley, hoe kom je erop? Chinees. Echt, ik ben al een half uur aan het rondlopen. En ik heb eindelijk mijn kamer gevonden. Jezus. Jee, happy. Ja, Annemarie. En dit heb jij goed bedacht.